Johan mij vroeg, Rari, zou jij naar mijn boekvoorstelling willen komen? Zei ik meteen, tuurlijk wel. Wanneer is dat en waar is dat? Pas achteraf dacht ik van, tja, waarover zou dat boek eigenlijk gaan? Ja, Johan kan je niks weigeren. Zeker niet als je hem een beetje kent. En ik denk wel dat ik mag zeggen dat ik hem een beetje ken. We zijn jaren collega's geweest bij de Omroep. En hij heeft, zoals gezegd, jarenlang de publieksopwarming gedaan bij de liveshows van de Droomfabriek. En ik dacht van, tja, zou dat over de showbiz gaan? Misschien wel. Of over de politiek? Dat zou ook kunnen natuurlijk. Bleek dat dat zo was, maar dat het ook en vooral over zijn leven ging. Ik dacht, zijn leven? Kan je daar een boek over schrijven? Ja, blijkbaar wel. Over zijn moeilijke jeugd. En dan moest ik toch even slikken. Moeilijke jeugd. Johan. Onze immer vrolijke, sprankelende Johan. De immer enthousiaste Johan. Een moeilijke jeugd. Ik vond het erg dat ik dat nooit heb geweten. Hij heeft daar nooit iets over verteld. En ja, ik kon het bijna niet vatten. En dan stuurden ze mij een proefdruk van een boek door. En ik ben blij dat ik het nog niet helemaal heb gelezen. Want anders had ik hem nu, denk ik, onophoudelijk willen knuffelen. Ik heb hem daarnet al een stevige knuffel gegeven. En ik ben zeker dat ik er straks nog een zal geven. Ik heb twee fragmenten gekozen uit het leven van de kleine Johan. Zie hem al voor je, schattig baasje. Met die Bambi-oogjes, vrolijk, onbezonnen, onbezorgd, huppelend aan de zee. Hij had de leeftijd van mijn jongste zoon nu, 6 jaar en iets jonger. Een leeftijd waarop een kind vooral blij moet kunnen zijn. Moet kunnen dartelen door het leven, zich geborgen moet voelen, geliefd. Ja, onbezorgd, onbezonnen. Het leven moet beginnen ontdekken vanuit het warme nest. Vanuit de liefde van thuis. Bij Johan ging het zo. Na de dood van mijn broertje begon mijn vader zich van de ene dag op de andere dag vreemd te gedragen. Hij dronk overmatig en gedroeg zich zeer agressief tegenover mijn moeder. Een van die vreselijke avonden die ik nooit zal vergeten, overkwam me toen ik nog in de kleuterklas zat. Hij kwam weer eens beschonken thuis en schoot zo hard op mijn moeder dat ik ervan wakker werd. Hij was in alle staten, mepte mijn moeder tegen de muur en riep dat hij haar zou vermoorden. Een leider van de Giro, die met hem was meegekomen om nog een glas te drinken, probeerde hem tot reden te brengen. Maar hij luisterde niet en bleef op mijn moeder slaan. Hij trok ze bij de haren in de gang, stampte haar herhaaldelijk in de maagstreek en sloeg haar met haar gelaat enkele keren tegen een stenen trap. Toen ik naar haar toe liep om haar te beschermen, duwde hij me brutaal opzij. Intussen waren de bovenburen naar beneden gekomen om polshoogte te nemen. Mijn moeder huilde en rilde van de angst. Omdat we geen telefoon hadden, vroeg mijn grootmoeder, die de ernst van de situatie inzag, iemand zijn huisarts te gaan halen. Mémé deelde in de klappen. Ze hield er wekenlang blauwe plekken aan over. Dokter Lambert was vrij snel ter plaatse en gaf mijn vader een spuitje om te kalmeren. Die nacht heb ik in het bed van mijn grootmoeder geslapen. Na dat aangrijpend voorval had ik jarenlang nachtmerries. Moeder droomde ook van een huisje met een tuintje. Of waarom niet met een stukje weide? Ze was ervan overtuigd dat een verhuizing van Oostende naar het Eerlegemse platteland het tij kon doen keren. Met de erfenis van haar te jong gestorven vader had ze, behalve een nieuwe lichtblauwe Fort Taunus, een woning aan de Torhoutse baan in Eerlegem gekocht. Het had alles van een nieuw hoofdstuk in hun leven. Mijn vader had een nieuwe job vlak bij de deur. Buitenwonend, ver van zijn Oostendse stamcafés verwijderd,
zorgden de dieren voor een gezonde afleiding voor hem. Hij bleef maar drinken. Onder de keukentafel bevond zich een krat bier. Zijn ontbijt. Ook op zijn werk kon hij het drinken niet laten. Overal verstopte hij flessen drank. Dagelijks was er fysiek geweld. Hij nam me bij mijn kraag en broek vast en gooide me meters verder. Omdat ik mijn moeder wou beschermen, werd ik vaak opgesloten in mijn mansardekamer. De alcohol maakte van mijn vader een vervaarlijk monster. Mijn bange, rusteloze nachten waren niet te tellen. Ik was toen 6 jaar.